What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Video Corner Review Episode. En vandaag bespreken we de titel Ricky Stanicky. Jongens, we hebben Ricky Stanicky natuurlijk al wel gekeken. Uiteraard, we gaan hem ook bespreken. Ja. Wat is de grootste kattenkat dat jullie ooit hebben uitgehaald? Oei. Zo. Ja. Nou, moet ik even een tijdje terug. Even denken, hoor. Wij hadden vroeger dat we bel indrukten en dan zo'n doren ertussen staken. Ja. Oh nee, wij deden dat met een plakband. Gewoon echt met dubbel. Ja, maar ja, als je buiten speelt, wie heeft een rolletje plakband bij, weet je? Ja, door kon je gewoon zo door of een klein takje pakte je gewoon van brak je af van een boom en dan deed je bellen en dan erin. Ja, ja. En ik kon nog een slag verder, je kon het doornetje ook afbreken zodat die tussen die bel vast zat en dan kreeg diegene hem er ook niet uit en dan, ja. Dan hoorde die hele dag door. Ja. Nee, bij onze basisschool had je daarachter zo'n bult. Oh ja. En, ja, kun je dat nog herinneren? Ja. En daar had ik met een paar klasgenoten hadden we een aansteker en een deelbus. En uiteindelijk ontplofte die deelbus. Zou ik wat zeggen? Ik stond daarbij. Ja. Ik was, bijna doof. Ja, dat ding die knalde. Ja, jullie knalden het. Toen kwam de directeur aanrennen en dat soort dingen. Nou, ja, ik was erbij. Nee, ik, was er, ik was er niet, maar ik was er wel bij. Ik was mede, laat ik zo zeggen. Zeg sorry tegen de directeur. Sorry. Mijn kattenkwaad, die wordt het begin van de film wat u ook uitgevoerd. In het zakje met stront. Nou, hondenpoep. Maar de ergste wat ik ooit heb gedaan was wel. Bij wie heb je het gedaan? Noem namen, kom met namen. Nou, wij hadden. Jij weet onze Oude Straat nog, toch? Ja. Dan had je die parkeerplaats en dan had je die grote dennenboom op de hoek. Ja. Gelijk het eerste huisje. Daar woonde zo'n oude man. Die was, overal was die pist over. Waar we buiten aan het spelen die was die pist. Maar het ergste wat ik nog wel heb gedaan is wel raampje ingegooid met een steen. Maar echt gewoon. Gewoon, geen kleine raampje, gewoon een compleet keukenraam. Maar dat is dan gaat de grens kattenkwaad over naar vandalisme. Ja, over een kapotte raam gesproken. Ik was een keertje, ik weet niet hoe oud ik was op Skiles. Nee. En dan heb je bij ons, zo'n oudere huis. Ja. En dan, daar kon je dan op een knop drukken en dan ging die deur automatisch open. Dat was helemaal geweldig. Ja. En dan kon je wel doorheen, maar dan had je weer een tussendeur om naar de huizen te gaan. Maar ik ging niet daar naartoe, ik ging gewoon via de andere deuren weer uit. Ja. Via met mijn skiers. Maar ik gleed bijna uit en mijn voet tikte zo'n ruitje door naast de deur. En maken dat je wegkomt. En dan twee dagen later was een ruitje wel weer gefixt. Ja. Maar, nou, ik kon dus is het verjaard? Ik had dus een raam ingegooid. Alleen ik kwam niet weg. En het ergste is nog, het was het huis van mijn tante. Vriakel. Waar ik raam had. Was er ook niet iets met een fiets? Dat is geen kattenkwad. Dat was gewoon echt vandalisme. We willen geen oude koeien uit de sloot halen. Want heel Ulft is er net overheen. Dus laten we dat maar even niet doen. We gaan door. Want mijn naam die werd genoemd op plaatsen en door mensen die ik nog nooit heb gezien. En vandaag de dag nog steeds niet ken. Toen werkte we nog bij serieuze. Via Hakan. Wil je dat weer de wereld op? Doe rustig aan, joh. Rustig aan. Wij houden onze mond, hij doet het zelf. Misschien kunnen we wel viraal gaan hier. Ja. Nou ja, als jullie willen, hashtag Vriakan. Staat de trend op Twitter op Instagram. Hij wil viraal gaan, ja, dan kun je viraal gaan. Dat is het enige kattenkwaad wat ik had uitgehaald. Was dat met een belletje. Ja. Ik heb ooit een schaap doodgetrapt. Nee. Doodgetrapt en gespiesd. Maar ja, wat wij niet hadden is een vriend die niet bestond. Waar we de schuld op konden afschuiven. Ja. Ricky. En dat hebben ze in deze film wel. En dat is Ricky Stanicky. Dames en heren, we gaan bespreken. Ricky Stanicky. Jongens, omschrijf deze film in één woord. Escape plan? Niet één woord, maar eind goed al goed of zo, een soort van zoiets. Ja. Uiteindelijk komt de waarheid naar boven, is dat het? Wat je wilt zeggen? Ja, eerlijkheid duurt het langst, toch? Ja, dat sowieso. Dat sowieso wel zien.
If, Imaginary Friend. Oh ja. Dat is binnenkort ook een film, toch? Oh ja, ja, ja. Je hebt gelijk. Ja. Ja, waar gaat de film over? Wilt iemand dit toelichten? Het is vrij simpel, toch, eigenlijk? Ja, drie vrienden die in hun jeugd... ja. Hebben ze iets flink opgefokt? En toen ontstond Ricky Stanicky. Ja, zo eigenlijk. Uit de niets. Ja. Het zijn drie vrienden. Die hebben destijds, toen ze kind waren, iets fout gedaan. En het huis fikte af. En toen hebben ze de schuld gegeven aan Ricky Stanicky. En zo is Ricky Stanicky voor hun ontstaan. Tot hun dertig jaren hebben ze altijd volgehouden dat Ricky Stanicky bestaat. Maar het bestaat niet. Ja. En ze gebruikten steeds weer het excuus dat Ricky Stanicky verantwoordelijk was voor dit. Of dat ze naar Ricky Stanicky gaan om weg te komen bij de vrouwen. Ja, ze gebruikten het als excuus. Als een excuus, inderdaad. En niemand is de dupe daarvan, want Ricky Stanicky bestaat niet. Ja, tot... bestaat niet tot op een gegeven moment dat ze hem willen ontmoeten. Ja. En dan gaan ze naar Atlanta. Atlantic City. Atlantic City, inderdaad. Ja. En dan huren ze John Cena acteur in. En die moet dan het rol vervullen voor vrienden en familie als Ricky Stanicky. Ja. Hey jongens, wat hadden jullie vooraf verwacht van de film? Vooraf. Ik had niet verwacht dat het echt gewoon zo leuk zou zijn. Want ja, je weet, een goede comedyfilm is laatst tijd... Moeilijk te vinden. Moeilijk te vinden. Ja, maar ja, ja, het is ook een beetje... Het loopt af. Hè? Je hebt alles al gehad. Ja, ja, er is niks origineels meer. Ja. En ik vind dit wel weer een leuk origineel idee eigenlijk. Ja. Ja. Dus ik had niet verwacht dat die eigenlijk echt zo leuk zal zijn. Ja. Ja. We hadden allemaal een Ricky Stanicky moeten hebben in ons leven. Man, eigenlijk wel, hè. Ja. Nee. Dat jij die deelbus liet ontploffen en zei van... Ja, maar Ricky dwong mij. Ja, Ricky. En dan ging iedereen Ricky aan. Van, ja. Wie de fuck is Ricky? Kon ik nou eens. Nee, ik had verwacht dat het sowieso een heel slap aftreksel zijn van een comedy of zo. Weet ik veel. Zoiets. Ja. Ja, ik had ook niet zoveel verwachting van eerlijk gezegd. Want het was John Cena. Ja, ook, maar ook van die geforceerde grappen. Van die dad jokes, weet je. Ja. Dat soort dingen. En dan zogenaamd moet iedereen lachen, maar niemand lacht. Dat soort dingen. Nee, ik had inderdaad, zoals ik zeg, niet zoveel verwacht John Cena. Maar ik ben blij verrast. Zeker. Het is echt een leuk idee dat leuk is uitgevoerd als film zijnde. Ja. Ja, en dat ze dan een leugen hebben en de, hoe noem je dat? Dat de leugen weer hun in de kont bijt. Ja, zoiets. Dat de leugen hun op een gegeven moment, wanneer ze denken van ja, we zijn er vanaf, toch weer achter hun aankomt. Ja. En in dit geval is John Cena die doordraait in zijn rol. Ja, maar met een goed salaris. Een flink goed salaris ook. Maar het was gewoon, voor zijn personage was het gewoon, weet je, een compleet nieuw leven, wat gewoon 10 keer beter was dan wat hij voorheen had. En het mooiste van de hele film vond ik ook wel dat ze leuk creatief waren met de liedjes wat hij aan het zingen was. En uiteindelijk, de liedjes die hij zong, hij dacht dat ze achter hem aanzetten met een bepaalde reden. Maar ze kwamen achter hem aan omdat een x-artiest zijn coverversie had gezien. En dat vond hij niet leuk. Jongens, leuk feitje over deze film. Ze wilden in plaats van John Cena eigenlijk Jim Carrey of Nicolas Cage casten als Ricky Stanicky. Goed idee, slecht idee. John Cena toch oké gebleken? Oké gebleken. Ja, verrassend oké. Ik vind toch wel dat John Cena in deze film wel een soort van de leidende, dragende kracht was van de film. Ja. Was Jim Carrey misschien too much? Ja. Jim Carrey is wel echt... Maar ook het onverwachte van John Cena is ook niet... het is niet het typische dat je moet lachen als je met hem ziet. Weet je wel? Nee, en Jim Carrey heb je dan weer een soort van verwachtingen van hij is comedian. Ja. Ook, ja. Van oké, dan moeten de grappen heel goed zijn. En Nicolas Cage? Nicolas Cage, ja. Nee, man. Nee, dat denk ik niet. Nee, ja, hij heeft een grappig gezicht, maar verder... Ja. Dat vind ik flauw. Ja. Hey, we zagen ook Andrew Santino. Ja, van de Bad Friends podcast. In een rol als JT. Wat vonden we van hem? Ja, ik wil eigenlijk niet eens over deze film hebben. Ik wil eigenlijk over Bad Friends podcast hebben. Ja. Dat is toch een geniale podcast. Die twee, joh, dat is echt yin en yang. Ja. Die twee vullen elkaar gewoon heerlijk aan. Ja. En alle clips die daaruit komen, die zijn gewoon goud. Ja. Maar hij heeft ook best wel een serieuze rol hierin. Ja, hij heeft ook een serieuze rol. Op sommige van de gevallen is het wel een ding inderdaad. Ja, maar het is niet de grootste clown in deze film. Nee, daarom. Dat is John Cena. Ja. Maar verder, Zac Efron...
Hakan wilde nog iets vertellen over de kaak van Zac Efron. Jezus, wat heeft die man een brede kaak gekregen? Nee, maar jongen, ik vond het best wel... Het ging over Iron Claw. Ja, maar daar ook naartoe gegaan. Van, het is al flinke switch. Van Iron Claw naar dit. Ik weet niet, ik vond het niet... iemand anders kon ook zijn rol vervullen. Het was niet echt dat... Oh, het is Zac Efron en doet dit. Ik weet niet, het was niet echt Maar ik toegevoegd. Vind, als je naar de carrière kijkt van Zac Efron... Hij heeft wel echt... Hele verschillende rollen heeft hij. Ja, hij begon met 17 Again, toch? Nee. Met, ja, dingen. 17 Again was volgens mij wel zijn eerste serieus. High School Musical was zijn Disney-fase nog. Ja, ja klopt. Ja, ja. Maar High School Musical speelt hij een student. 17 Again speelt hij een student. Ja, maar 17 Again is geen Disney, volgens mij. Hè? High School Musical is wel een Disney-fase. Ja, oké, okay, dat is Disney. Maar... maar ik bedoel, meer de serieuze films begonnen vanaf 17 Again. Hij heeft Charlie St. Cloud, heeft hij. Iron Claw, ken ik hem van. Hij heeft meerdere films van. Baywatch. Baywatch is die echt... Was dat Zac Efron? Ja, dat is was niet Was dat niet Dwayne Johnson? Ja, oh, ja, met Zac Efron. Zac Efron. Ja, 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 juist. En daar is hij echt gewoon breed voor gegaan. Daar ging hij echt puur voor trainen. Ja. Ja. En voor Iron Claw ook. Ja, Iron Claw was die nog breder. Ja. Hey jongens, zijn er nog een aantal dingen uit te vullen wat jullie echt hilarisch vonden? Ja, tuurlijk. Ja. Dat stukje, want we zagen ook Jeff Ross. Ja. Als... hoe noem je dat? Een rabbijn? Ja, toch? Rabbi? Ik weet niet hoe dat heet. In de Joodse cultuur. Ja, ja, in ieder geval een soort van priesterfiguur dan voor de Joodse dingen. Dat ze. Maar dat, dat hij de voorsprong voor dat pilletje. Dat hij dat pilletje pakt. En toen moest Rod, toen moest hij overnemen voor de besnijdenis. Ja. Met een sigaarknipper. Ja. Maar dat vond ik grappig. Maar mooiste is, grappig. Hij zegt zo, ik herken hem ergens van. Dus willen ze hem druggen. Ja. Ja. Zegt hij van, oh, ik ken hem van een reclamevideo. Ja, 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 ja. Maar, dan had hij net, dat kindje had hij dan besneden. Ja. En dan zegt hij tegen die baas, hey Summer Hayes, you're next. Weet je, wat ik echt goud vond van die film, dat hij die beelden analyseert van de baas. Yeah. Oh, en dat hij zegt van, ja, weet je, jij maakt alleen maar pijpgebaren, zegt hij. Dus hij zegt zo, yes, 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 yes. Klopt. We gotta work better, better. We have two companies. En dan zetten ze dat op tv en dan zit hij altijd zo... No. No, I'm doing it again. En dan gedurende de film zie je hem altijd bij elke speech zo doen. En dan... Oh. Ja, mooi. En dat Ricky Stanikje dan uiteindelijk echt een grote CEO uitgroeit. Yes. Ja, met een dikke salaris. Ja. Willen ze hem uitkopen? Ja, leg maar 3 ton neer, weet je wel. Echt een salaris van 250k of zoiets krijgt hij. Ja. Belachelijk. Maar ik vind het geweldig is dat hij ook gewoon zo serieus voor die rol voorbereid heeft om Ricky Stanik te spelen. Ja, hij is acteur, toch? Ja, die research heeft gedaan. Die research op Twitter en dan ook, maar ook gewoon iedere gesprek waarvan ze denken van, oh shit, nou zijn we de lul. Ja. Lul die zegt gewoon weer helemaal uit. Ja, hoe weet je dat? Ik heb gewoon mijn research gedaan. Ja, 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 ja. Okay, geweldig. Maar ook dat ze hem ophalen bij het vliegveld. En dan, ik ruik kreeft hier. Heeft hij zijn broek geplast? Dat doet je ding. Ja, maar dat is Atlantic City, man. Dat is gewoon ook een Vegas. Alleen dan in New York, toch? Hey, is het niet zo dat in New York, is dat volgens mij gewoon, mag je niet gokken? Of casinos mogen niet? Volgens mij alleen in Vegas en Atlantic City. Ja, dat klopt. Ja. En dat daarom eigenlijk dat gewoon misschien daarom, ja. Sin City is. Ja. Maar alleen hun hebben een soort van vergunning, volgens mij. Dat is het. Ja, want ik meen dat bij Godfather of zoiets ook... dan vliegen ze ook altijd naar Vegas. Gewoon omdat daar dan die gokhallen legaal zijn. En de rest van Amerika niet. Ja. Ik moet wel zeggen, Amerika... Misschien gokhallen niet legaal, maar de rest is allemaal dingen. Mag. Ja. En dan kijk je naar je favoriete YouTubers. Allemaal Price Picks, DraftKings. Ja. Weet ik veel. Bet this, bet that. Bet on your favorite player. Al die steak deals. Ook in Formule 1 ook. Nee, weet je wel. Met de kick steken. In de landen waar het niet is toegelaten, komen ze met kick. En dat is dan de streaming service. En de landen waar het wel mag, komen ze met steak team. En dat steak is dan de casino aspect dingen. En dan in Amerika race hij gewoon met steak. En in Nederland komt hij met kick.
Ja. Weet je wel, dat. Ja, ja. Maar het is echt, Amerika is gewoon echt uit de hand gelopen. Joh. Je kan gewoon adverteren op bepaalde middelen. Via YouTube, hè. Moet je je voorstellen. Hij zegt zo van, ja, blow pill. Ja, ja. Je weet waar ik het over heb. Ja. Helpt je performance boosten. En dat is gewoon een random YouTuber waarvan de kijkers 20 jaar of zoiets zijn. Ja. En dat mag gewoon, weet je wel. En het is ook gewoon vrije markt. Je mag het ook gewoon verkopen. Ja, maar er zijn dan ook, er is ook een groep die mensen die het dan ook gelooft. Die het dan ook haalt. Ja, ja, dat maar ik bedoel meer van in Europa. We zijn heel veel mensen lopen wel altijd te zeiken. Maar we hebben wel wat betere regels. Want dat soort 100%. Spul is niet altijd goed voor je hart, voor je nier, voor je lever of wat dan ook. Mm. En je kan het in Nederland nog verkrijgen waarschijnlijk, maar dan gewoon op met een recept met de toestemming van een arts. Mm-hmm. Of een rapport van een arts. En in Amerika is het echt gewoon, gebruik wat je wilt. Ja. Het verkoopt. jongens, nog iets anders? Nee, ik heb zelf niks aan toe te voegen. Ik vraag me af of ze een playlist hebben met die liedjes van hem. Hij is er wel echt voor gegaan. Ja, hij is er wel pakken echt creatief. Ik vond het echt geweldig, hoor. Conclusie en rating? Deze film is... leuk. Leuk. Voor een avondje lachen. Voor week veel dinsdag, woensdagavond, als je niks te doen hebt. Waarom gewoon even specifiek lachen. Dinsdag, woensdag? Ja, weekend heb je wat anders te kijken. Ja, dan ga je toch weer voor de voor de grote films, denk ik. Oh, toch? Ja. Ja, woensdag, dat is echt goed. Ja. Maandag is misschien maandag. Maandag is een kutdag, toch? Weet je wel? Een dag leuk afsluiten. Juist. Het is een maandagavondfilm. Juist. Maar een woensdag, heel nieuw begrip. Zondagavond of maandag. Monday evening movie. Produced by. Nee, maar het verhaal zelf is niet echt spectaculair of zo. Het is gewoon lachen. Het is leuk. Het pakt uit zo van beter dan ik had verwacht. Dus ik ga voor wel 3 sterren eigenlijk. 3 sterren. Ja. Ja, ik vond de film wel echt leuk. Grappig, originele grappen, origineel verhaal. En er zit geen dieptegang in, maar dat hoeft ook niet in een comedyfilm, vind ik. Nee. Een comedyfilm kijk gewoon puur om te lachen, voor de foto, grappen, dat soort dingen. En dat zat er heel veel in. Dus ik geef 3,5 sterren. Oké. Ik heb genoten van deze film. Blij verrast. Ik had inderdaad John Cena. Twijfelachtig. Maar het was best wel leuk. Het was best wel origineel. Het heeft me ook een beetje aan het denken gezet. Van, dit had ik vroeger ook moeten gebruiken. ik heb genoten van deze film. Ik geef het ook 3 sterren. En ik denk 3,5. Ja. Komt uit op 3 sterren. Ja. Wij geven de film Ricky Stanicky 3 sterren. We zijn weer erom aan het einde gekomen van een review episode. Heb je genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcasts en Podimo. Ook zijn we te vinden op verschillende social media kanalen. Waaronder andere Instagram, TikTok en Facebook. Op Instagram en TikTok heten we @thevideocorner. Op Facebook heten we The Video Corner. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Luisteraars, bedankt voor het kijken / luisteren. Volgende week maandag om 8 uur zijn we weer terug met een reguliere aflevering. Waarin we bespreken Kung Fu Panda 4 Roadhouse en de film Shirley. Vergeet niet te abonneren, zet het belletje aan. Zo krijg je een melding wanneer de aflevering live is. Dan zien we jullie dan. Joe. Joe. Hasta la vista. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.